Dag Iris. Dag, hallo. Iris, wie ben jij? Want ik weet alleen maar je voornaam en ik weet dat je van de Elliot bent en van de UCA. Maar voor de rest weet ik heel weinig van jou. Yes, ik ben Iris. Ik studeer inderdaad mijn derde jaar hier rechten in Middelburg. En ik heb het hier hartstikke leuk. De plek waar wij feestjes hebben, waar wij het leuk hebben, is Elliot. En ik vind het daar zo leuk dat ik dacht, ik ga er dit jaar van in het bestuur. En om Elliot runnende te houden in deze tijd, zijn wij allemaal projecten aan het doen. Vooral samenwerking met Kees Verhagen. En een van die projecten is City Tours. En het idee daarvan is dat bewoners van Middelburg en toeristen, dat we hen onze mooie school kunnen laten zien. Want onderdeel van onze school is het prachtige stadhuis waarvan wij de geschiedenis kunnen vertellen. We kunnen over onze school vertellen. En dan verdienen de studenten een zakcentje en dan verdienen wij een zakcentje om ons common house runnende te houden. Dus, ja, want hoe moet ik dat zien? We zitten nu bijvoorbeeld in de burgerzaal, die gebruiken jullie wel voor congressen en... Ja, grote bijeenkomsten, dat is nu natuurlijk allemaal een beetje moeilijker, maar grote bijeenkomsten zijn in deze mooie burgerzaal. Ik heb toevallig zelfs les in de oude raadzaal. Het is een heel mooi historisch gebouw en we zijn altijd heel dankbaar dat we dat als school gewoon mogen gebruiken. Maar inderdaad, deze zaal wordt eigenlijk alleen voor grote bijeenkomsten gebruikt. Ja. En speciaal voor jullie, voor de tours, wordt het dus ook opgesteld. En mogen jullie naar binnen en kunnen we het aan jullie laten zien. En dan gewoon echt het hele gebouw? Ja, we kunnen jullie het hele gebouw laten zien. De burgerzaal, de raadzaal, onze klaslokalen. Misschien zelfs helemaal naar boven op het torentje. Nou, dat wou ik zeggen, want daar zijn heel uitzicht. Veel mensen, en dat malle bekje noemen wij die. En, yes, precies. Ja, er zijn heel veel mensen die vinden dat altijd super interessant, vooral de plekken. En wat hier wordt bijvoorbeeld wel de nieuwjaarsreceptie van de gemeente ook gegeven. Dus deze zaal kennen denk ik best wel veel mensen. Maar inderdaad, juist die kamertjes waar jullie les hebben en werken, dat is... Maar jullie zijn ook nog andere dingen. Van de week hebben jullie ook geholpen met schoonmaken in de binnenstad. Ja, we hebben een schoonmaakactie gehouden. Dat was hartstikke leuk met schoolkinderen, met ondernemers en met studenten die samen de binnenstad hebben schoongemaakt. Het viel me nog mee hoe vies het was. Er zaten vooral heel veel sigarettenpeuken tussen de tegels. Slecht volk is dat, hè, rokers? Ja, vies, bah. Ja. Gooi ze in de prullenbak, zou ik zeggen. Ja. Maar dat was ook hartstikke leuk om te doen. En dat gaat ook wel vaker gebeuren. Dus we gaan voor iedereen de stad een beetje schoner houden. Een ander project is een kerstmarkt. We gaan in samenwerking met ondernemers en met Kees Verhagen gaan we vanuit UCR ook helpen aan een kerstmarkt. Een coronaproof kerstmarkt. En waar komt die? Bij het plein naast Lange Jan. Oh, dat is leuk. Ja, want ja, jullie deden best wel vaak, al een paar jaren kerstmarkt, maar dan bij het Bagijnhof. Ja, precies. En dat is toch beter als het echt in de binnenstad is, denk ik. Ja, we gaan nu samen met de huurdersvereniging en Elliot pakken we dat op. Zodat Elliot er ook iets aan heeft. En de huurdersvereniging gaat een goed doel, Chocolate Lovers, gaan ze erbij betrekken. Dat is tot nu toe het idee. En dan gaan we daar strandhuisjes neerzetten in plaats van gewone kerstmarktkraampjes. Oké, okay, leuk. Om het allemaal goed uit te kunnen spreiden en het allemaal coronaproof te kunnen houden. Ja, dus jullie gaan een hoop meer doen met Middelburg en de stad waar jullie studeren. Ja, nou, leuk om te horen. Wij staan open voor nieuwe projecten, voor ideeën, voor alles wat wij kunnen doen. Om iets terug te doen voor de stad en tegelijkertijd te zorgen dat wij als restaurant... ook kunnen overleven in deze gekke tijden. Ja, nou oké, heel goed, duidelijk verhaal. En ik kom graag kijken zodra jullie gaan beginnen. Tof.